Achter mij zie je nu nog een muur. Vanmiddag is hier een gat. Een heel groot gat. Om een raam te kunnen maken. Wat gaan we vandaag doen? Keien breken, slepen, afvoeren, slijpen, hakken. Om hier dus een raam te gaan maken. Ik heb er zin in. Dus aan de slag. Oké, vandaag wordt een bijzondere dag. Want vandaag komt er een raam. Nou, een gat voor een raam. Achter mij zie je al het raamwerk. Maar het plan is dus om in één dag het hele gat te maken. En hopelijk alvast de bodem in beton te storten. Enchanté. Midi, we gaan pauze houden, maar kijk maar eens even hoeveel we al gekomen zijn. Ja, je ziet nu niks, want ik sta ervoor, maar ik zal het je zo laten zien. Kijk eens. Hey, het begint op een raam te lijken, of niet? En een uitzicht? Kom eens mee. Moet je opletten, kijk eens. Woehoe. Nou, daar wil je wel mee wakker worden, of niet? Ja, de kerk bevestigt nog even dat het midi is. Ik zal ook even de andere kant laten zien. Want Jean van Swaza zijn natuurlijk de hele dag hier bezig geweest. Och, kijk eens aan een weertje. Dat is echt niet normaal. Even kijken. Echt, het lijkt wel zomer. Ik was net bezig buiten. En toen hoorde ik de eerste bijen al in de gaten van de muur. Kijken voor ja, ik weet eigenlijk niet waarvoor, maar ik hoorde de eerste bijen al vliegen. Kijk, we zijn nu aan de achterkant, in de zon. Kijk, zo ziet het er aan de buitenkant uit. Ja, de volgende klok. Ja jongens, ik ga echt eten hoor. Ik zal jullie wel heel duidelijk laten weten dat het midi is. Hè? Na de pauze gaan we weer verder. En zet ik ook weer even een timelapse aan. En die was net ook wel aardig gelukt volgens mij. Dus, eten. Zo, ik ga even lunchen. Het is echt super lekker weer. Dus ik ga gewoon even buiten zitten. Een echt bouwvakkersmaal. Genoeg pasta. En dan ga ik zo weer verder. Bad luck,
Ik ben echt helemaal kapot. God. Echt. Dit was even flink doorpezen. Maar het gat zit erin. De onderkant is het beton al gestort. De ijs staat erin. En nu ga ik me snel omkleden. Want we gaan mijn blouse halen van de trein. Dus ja, sorry. Geen uitgebreide nabeschouwing. Gelijk door. Tjampa, pom, bam, boost. Nou, zo mooi weer als het gisteren was. Zo nat is het nu. Ik ben in afwachting van een nieuwe lading materialen. Er komen weer een paar grote zakken met zand, cement, hout, betonijzer. En het is echt ongelooflijk hoeveel materialen eigenlijk hier al naar binnen zijn gereden. De eerste tijd, ik weet niet hoeveel stenen naar buiten gereden. Maar als ik me bedenk dat er al 2 kubzakken met beton naar binnen zijn gegaan. Ik durf niet te zeggen hoeveel zakken cement, maar 20, 30 met gemak. 4 pallets met betonstenen, met de parpet. Echt ongelooflijk. Alleen als cement, er is een kuub cement heb ik al naar binnen gebracht. En nu komt er dus nog 2 kuub zand bij. Volgens mij hoor ik een vrachtwagen. Ik ga eens even kijken. Oh, het is zo ontzettend koud. Het is echt, vannacht heeft het min 7 gevroren. En vanmorgen zijn we vroeg begonnen. Jean-François is er vandaag. We hebben bekistingen gemaakt voor het beton. Maar het was zo koud. We hebben continu even zo'n blauwbekker. En de tenen die leken er wel vanaf te vriezen. En bij Jean-François ook. Dus je heeft opvallend veel sigaretjes gerookt vandaag. ik had thee in een thermosfles gemaakt. Dus continu met glas zo. De vingers warmen aan het glas. Want er waait een hele koude wind door die stal heen. Er zit nog geen raam in. En het plan hebben we ook omgegooid. Want we zouden eigenlijk gisteren al beton gaan storten voor het raam. Maar ja, dat was te koud. Niet zozeer om het te maken. Maar om 's nachts het beton te laten drogen, uitharden, ja, dat moet je niet doen bij min 7. Dus dat hebben we gelaten en zijn binnen doorgegaan, want binnen was het een stuk beter. Dus we hebben wel al voor de binnenmuur allemaal beton lopen storten. Om aan het einde van de muren de boel goed op te sluiten. Dus dat hebben we wel kunnen doen, dat heeft de hele nacht lopen uitharden. En vandaag zijn we doorgegaan om alle bekistingen te maken. Ook voor het raam. En ook nog voor de binnenmuren. Dus het was vandaag een houtzagerij. Alle bekistingen gemaakt. Zodat we morgen een hele dag kunnen gaan beton draaien, storten. En nou, hopelijk is het morgen iets minder koud. De verwachting is van wel. Dus, ik ben blij dat ik binnen ben. Daarom neem ik dit filmpje ook binnen op. Achter mij de houtkachel. Die ben ik nu aan het opstoken. Zodat ik weer een beetje op temperatuur kan komen. En het is midi. Dus ik ga lunchen. 3 keer raden wat ik voor de lunch heb. Nou. Ik ben er wel in Frankrijk. Maar als het echt koud is. En het is winter. En je moet lunchen. Dan neem je natuurlijk... ertessoep. We gaan de lunch klaarmaken. Wow. Ik zeg eet smakelijk.
En terwijl ik ga lunchen, heb ik hier nog even mijn vakliteratuur. Om mij nog even te bezinnen op de afmeting van de trap. Eet smakelijk, bon appetit. Het is echt niet normaal wat we de afgelopen dagen gedaan hebben. En het was totaal anders dan gepland. Maar het kwam dus door de kou. En dan kun je geen beton storten. Daarentegen hebben we toch al heel veel kunnen doen. En dat wilde ik nou even laten zien. We zijn nu buiten aan de achterkant van het huis. Achter mij het raam. Hier hebben we kunnen zien dat we het gat gemaakt hebben. En kijk, een deel van de stenen ligt hier. De andere helft ligt binnen. En al het puin is al weggeruimd. En wat hebben we al gedaan? Nou kijk, hier zie je de onderkant van het raam. Die hadden we al vrij snel gestort toen het nog niet al te koud was. Maar hier de zijkanten. Hier achter zie je de ruwe rand van het steen wat we hebben weggebikt. Hier al het betonijzer wat straks in het beton komt zitten, dat hebben we al helemaal klaar staan. En de bekistingen. Het eerste plankje staat al. Elke keer één emmertje hierin, tot het ongeveer op niveau zijn. Volgende plankje en zo verder, helemaal tot boven. En dan zijn we heel wat emmers verder. Het is ook niet normaal hoe snel het materiaal erheen gaat. We hebben laatst een nieuwe lading laten komen met zand voor het metselen. En een melange voor het beton. Maar ik heb zo'n vermoeden, als we hiermee klaar zijn, dat die melange voor beton, de hele big bag, dat er daar... Jean-François die twijfelde of we er genoeg aan hadden aan één big bag. Dus echt zo snel als dat gaat, echt niet normaal. Ook de zakken cement. As we speak liggen er nog 9 zakken. Dat gaan er waarschijnlijk niet genoeg zijn. Dus Jean-François neemt morgen nog even wat mee. Nou, dat is alles wat we hier aan de achterkant hebben gedaan. Hier ligt de andere voorraad van stenen die er allemaal uit zijn gekomen. Uit het raam. En hier staan de plankjes al klaar. En hier de andere voorraadplankjes. Die we dus zo gauw we beton gaan storten. Hier bovenop kunnen. En dat we dit dus stap voor stap naar boven toe allemaal dicht kunnen maken. En helemaal vol storten met beton. Nou, het andere ding waar we heel druk mee bezig zijn geweest, is, ja, we zijn eigenlijk gewoon naar binnen gegaan. We zijn naar binnen gevlucht, want binnen konden we wel beton storten al. Dit is de binnenmuur, die ik gemetseld had. Alleen, zo'n binnenmuur maak je niet alleen maar van parpaing blokken, maar de combinatie van dit soort blokken samen met beton. En hier hebben wij... gisteren al bekistingen gemaakt. Hier zit dus allemaal nu gestort beton in. Met betonijzer. In een van de eerdere filmpjes heb je misschien kunnen zien. Dat hier van die betonijzers de hele tijd in de grond stonden. Die hebben we al in de betonvloer gestort toen we de vloer gingen storten. Dus die stonden hier de hele tijd. De blokken die eindigen hier ergens. En tot hier is het nou volgestort met beton. Met daarin dus dat ijzer. Gisteren bekistingen gemaakt. Helemaal volgestort. Zoals je kunt zien. Is een heel eind. 2,5 meter. Zo. Helemaal volgestort met beton. Dus deze is gedaan. Deze staat klaar. Om ook gestort te worden. Maar daar zijn we gisteren niet aan toegekomen. Dus die gaan we denk ik morgen doen. Maar die staat voor rest helemaal klaar. En ik zal ons even laten zien hoe dat er van binnen uitziet. Dan krijg je daar een beetje een beter idee bij. Kijk, we staan nu bovenaan bij de koker die nog gestort moet worden. En hier binnenin hebben we het ijzer klaarstaan. Die zit in de grond. Ja, dat kun je niet zien, het is waarschijnlijk te donker. Maar die hebben in de grond vastgeboord. En morgen gaan we hier dan een kleine stellage neerzetten. Ga ik beton draaien.
continu met de kruiwagen beton naar binnen rijden. En staat Jean-François hier op de stellage. En gewoon emmertje voor emmertje gaat dat hier in het gat. Dat stort naar beneden. En nou ja, kwestie van doorgaan tot het hier overloopt. Ik heb je net de plateau daarachter laten zien. Datzelfde is hier ook aan de hand, aan de voorkant. Iets uitgebreider, want deze hier is een plateau die zit al helemaal volgestort met beton. Die is nu aan het uitharden. Deze zit ook helemaal vol met beton, is ook aan het uitharden. En hier komt weer een deur. En deze, die is nog leeg. Die gaan we morgen volstorten. Maar hier kun je goed zien waar we mee te maken hebben. Want voor elke paal of poteau moet er dus zo'n bekisting in elkaar schroeven. Er gaat heel wat hout doorheen. Dan kunnen we dat heel vaak gewoon hergebruiken. En heel wat schroeven. En ook die kunnen we heel vaak hergebruiken. De occasion schroeven. Daar hebben we er best veel van. Kijk, deze muur waar de poteau tegenaan staat, die is scheef. Die helt naar achteren. Die kan ik wel even laten zien aan de buitenkant. En dan lopen we even naar buiten toe. Kijk. Het is zo mooi weer nu. De zon schijnt strak blauw. Maar 's nachts is het zo koud. En 's morgens vroeg is het ook heel koud. Kijk, we zijn nu aan de andere kant van de muur. Hierachter staat dus die poteau waar ik het net over had. Maar deze muur, dat is de muur van de poort. Die komt naar voren. Dus die helt naar voren. Waardoor dus die hele muur naar voren staat. Maar de poteau moet recht komen te staan. Dus om dan ervoor te zorgen. En hij moet wel aansluiten. Want anders loopt de beton tussen het hout en de muur door. Dus hier zit een... kun je dat al zien? Ja. Hier zit dus nu nog een hele grote kier. Straks gaat deze plank, zet ik hierin, om die kieren af te sluiten. Net zoals dat kleintje die hier al zit. Zo, kijk, die sluit het al af. Nou, het enige wat ik nu nog even moet doen, is de bekistingen gewoon even helemaal dichtmaken. Hier nog een plankje tegenaan. Ik heb een flinke voorraad cementzakken. Die ik ga gebruiken om de kieren nog echt goed dicht te krijgen. Dus ik ga nog even aan de slag. En dan gaan we morgen weer verder. Dus ik zeg tot de volgende keer.